Radio Zuidrond Media in Aarselaar bij Zonnetij. Dat is een woonzorgcentrum. Tegenover mij staat Marja. Ja, het is feest vandaag, hè Marja? Ja, klopt. Er wordt wat gevierd. 99% van de 151 bewoners hebben al een spuitje gekregen. Ja, en van het personeel ook. Dus dat is reden om te vieren, hè? Ja. Hebben u ook een spuitje gekregen? Ja, twee. Al twee? Dus jij bent clean? Ik ben... Volledig? Ja. Ja, dus er kan niks meer gebeuren? Nee, het is niet. Heb je daar last van gehad, van die corona? Nee. Van de spuitjes ook niet? Nee. Heb je een beetje familie en vrienden gemist? Ja, dat wel. Ja. Zijn in eerste zoek ze, en dat toch wel... Ik wist niet dat ik een taxi had en ik wist dat niet. Ja. En ik kwam hier naar... Allee, ik weet wat ik in de buurt denk, kom ik een keer naar, ik wist er niks. Nee. Maar het is allemaal voorbij. Het is allemaal, ja. Die goed stappen. Ja. Hier, binnen gaat dat goed, hè. Ja. Maar hier zo, die lucht is dan anders. En ik weet niet, het is een beetje kukkelijk gevoel. Ja. Het is te open ruimte en zo, en het is een beetje te groot. Een beetje. Het komt allemaal goed. Ja, het is tof. Heb je al smoutenbollen gegeten? Nee, nog niet, hè. Je gaat nu aanschuiven? Ja, die kan ik wel, dat is lang geleden dat ik die nog gegeten heb. Dat geloof ik, ja. Ik kan weer profiteren nou. Ja. Goed, ja. Marja, ik wens u smakelijk eten met de smoutenbollen. En dank u wel. En bedankt voor de babbel. Ja, dank u. Ja, dank u wel.